De avonturen van Bram de Beer en het spookhuis. Een spookhuis. Tim. Het is donker. De donker. Tim de Muis ligt met zijn ogen wijd open in bed. Hij kan niet slapen. Hij hoort allerlei geluiden. Buiten gaat het steeds harder waaien. Opeens klapt het raam open. Een windvlaag dringt naar binnen en laat de gordijnen alle kanten op wapperen. Doodsbang maakt Tim Bram de Beer wakker. Bram, Bram, schopte Tim met trillende stem. Word wakker. Er is net een spook door het raam naar binnen gevlogen. Ach wel nee, antwoordt Bram nog slaperig. Hij staat op en stommelt naar het raam om het te sluiten. Het is de wind maar en dat raam was vast niet goed gesloten, voegt hij eraan toe. Ja maar, vervolgt Tim bang. Ik weet zeker dat het een spook was. Tim. De volgende ochtend zijn Bram en Tim al heel vroeg wakker. En ze gaan samen ontbijten. Bezorgd kijkt Bram naar Tim. Die ziet bleekjes. Het is duidelijk dat hij geen oog dicht heeft gedaan. Is er iets, Tim? Vraagt Bram bezorgd. Heb jij dan iets opgemerkt? Roept Tim verbaasd uit. Het heeft de hele nacht gespookt. Buiten in de tuin maken spoken de vreemdste geluiden. En er is zelfs eentje in onze kamer gevlogen. Ik was zo bang dat ik echt niet meer kon slapen. Ha ha ha, barstte Bram in lachen uit. Kom op Tim, je gelooft toch niet in spoken? Net op dat moment gaat de bel. Het is Lisa. Ze houdt een klein poesje in haar armen. Kijk eens wat ik vannacht gevonden heb, zegt ze glunderend. Het poesje heeft de hele nacht in de tuin lopen miauwen. Ik heb hem Snorretje genoemd. Bram en Tim zijn meteen helemaal weg van Snorretje. Even later brengt Bram Lisa naar de deur. Daar hebben ze nog even een onder onsje. Maar Tim merkt daar niets van. Met een geheimzinnige glimlach om haar mond zegt Lisa de vrienden gedag. Als Tim en Bram de tafel afruimen, gaat de telefoon. Bram neemt op, het is Lisa. Bram, kun je me helpen alsjeblieft? Vraagt ze in paniek. Snorretje is naar buiten gegaan en ik kan hem nergens meer vinden. Oh, echt waar? Antwoordt Bram meelevend. Geen paniek, Lisa, we komen eraan. De twee vrienden gaan meteen op zoek naar Snorretje. Snorretje, Snorretje, waar ben je? Roept Tim. Ongerust, maar het poesje is in geen velden of wegen te bekennen. Opeens staan ze voor het hek van een oud en vervallen huis. Volg me, zegt Bram, opeens vastberaden, terwijl hij de grote ijzeren poort openduwt. Ik hoorde wat gemiauw daar. Laten we gaan kijken. Net op dat moment betrekt de lucht. De donkere wolken verschijnen. Nee toch, roept Tim. We gaan niet dat huis in hoor, het spookt daar. Kom op Tim, niet zo kinderachtig, zegt Bram. En hij loopt recht op het oude huis af. De deur is half open. Bram loopt vastbesloten de trap op naar boven. Laten we boven kijken. Ik weet zeker dat ik daar dat gemiauw heb gehoord. Weet je dat zeker? Stamelt Tim, die angstig achter de deur blijft staan en geen stap binnen durft te zetten. Maar dan besluit Tim om Bram toch te volgen en ze gaan samen de trap op. De treden kraken onder hun voeten. Het huis lijkt uit elkaar te kunnen vallen. Op de eerste etage gaat Bram een kamer binnen. Hij merkt niet dat Tim, die hem aanstond is gevolgd, stokstijf is blijven staan van angst. Plotseling zien ze een wit gedaante met wild fladderende armen. Boe, boe, galmt het door de kamer. In paniek haast Tim zich achter Bram aan de kamer in. Maar eenmaal binnen ziet hij geen spoor meer van Bram. Bram, Bram, waar zit je? Er is niemand in de kamer. Tim ziet alleen maar wat oude en versleten voorwerpen. En een grote antieke kast. Tim trilt van angst. Hij durft geen stap meer te verzetten. Piep, piep, piep.
Zijn vriend lijkt in rook te zijn opgegaan. En daar staat hij dan helemaal alleen in het oude spookhuis. En dan uit het niets hoort hij weer dat angstaanjagende gejank. Boe, boe. De deur van de kast gaat langzaam open met een sinister gekraak. Aan de grond genageld ziet Tim weer een witte schaduw met fladderende armen verschijnen. Help, help, een spook, piept Tim met een geknepen stem. Hij snelt naar de deur, maar dan komt er een ander spook op hem af. Tim kan nergens meer heen. In paniek gilt hij nogmaals om hulp. Help, help! Op dat moment gaan de witte lakens omhoog en komen er twee silhouetten onder vandaan. Hebben we jou even mooi beet genomen? Lachen Bram en Lisa. Tim gelooft zijn ogen niet. Al die tijd zaten zijn twee vrienden onder die lakens. En Snorretje dan? Was Snorretje zelfs nooit kwijt geweest? Oh, Tim, lacht Bram nog na. Je dacht toch niet echt dat wij spoken waren? Je weet toch wel dat spoken niet bestaan? Voegt Lisa eraan toe. Jullie hebben me goed te pakken gehad. Lacht Tim nu opgelucht met zijn vrienden mee. En ik heb mijn lesje geleerd. Tim belooft zijn vrienden plechtig dat hij nooit meer in spoken zal geloven. Einde. Vond je het een leuk verhaal? Ja. Jij ook? Ja. Thank you.